Een hele goede morgen. Begin van een nieuwe week. Een nieuwe week vol KFPS-activiteiten. Vandaag starten we hier op locatie bij Stal van de Boetemare in Ureterp. Bij Sjoerd Veenstra en Laurens van der Meer. Verder deze week staan er nog ABFP-livestreams op het programma. Wat veulenkeuringen en een andere locatiekeuring bij Van Manen. En we beginnen deze week ook met het eerst met keuringen in het buitenland. Er staan twee keuringen in Duitsland gepland. Ook welkom namens mijn collega Corrie Terpstra, die niet in beeld is, maar hier ook aanwezig is. We hebben vandaag een 12-tal paarden te keuren. Nummer 12 is afgemeld. U kunt de catalogus vinden op KFPS-website. En we beginnen eerst met 4 veulenboekmerries voor stamboekopname. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome at the inspection at location at Boetemare Stables. We have a busy week this week with a lot of live streams. You can find the catalog on the KFPS website and we hope you enjoy this inspection today. We have 12 horses. Absent is number 12. Enjoy! En dan mooi rug op een oude stapen. Kom,
hier bij de uitslag van catalogus nummer 1, Brit van de Sonnebloem. Een sympathieke merrie, in goede conditie, ziet mooi appeltjes op het lichaam, mooie zwarte kleur. Merrie heeft een fraaie halsvorm en een sierlijke belijning. In de bouw zouden we graag de bovenlijn wat meer gesloten zien en het kruis wat minder hellend. Het beenwerk is voldoende droog, de voorbeenstand van het linker voorbeen zou iets correcter mogen. De merrie die zou in beweging meer losgelaten mogen zijn. Stap die is kort, heeft nog best veel spanning. En in de draf is er voldoende buiging in het achterbeen. Maar zou de merrie meer balans en meer schakelend vermogen mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek. The result of number one, she is accepted in the studbook, no premium.
dat het best. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Mary die voldoende expressie in het hoofd heeft. De halsrichting is vrij horizontaal. En de hals is er een beetje voor, staat er een beetje voor. De Mary heeft een sterke bovenlijn. Zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Mary beschikt over droog beenwerk. De voorbeenstand zou iets correcter mogen. En ook achterbeen is vrij sabelbenig. De Mary die... mag wat ook meer overtuigen in stap. In draf toont ze voldoende ruimte en voldoende buiging in het achterbeen. Deze Mary wordt opgenomen in het stamboek. Number 2 is accepted in the studbook, no premium.
Catalogus nummer 3 hebben we veel tijd gegeven, maar die kampte met erg veel spanning. En we hebben besloten om deze merrie aan het eind van de keuring nog een keer terug te laten komen. En hopen dat ze dan meer ontspannen is, waardoor we tot een goede beoordeling kunnen komen. We gaan verder met de volgende rubriek. Oh, first I have to say it in English. This mare comes back. She had a lot of tension. And it was difficult to judge her natural movements. So we asked this mare to come back after number 13. We continue.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4, Alarda van de Boetemare. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die ook evenredig gebouwd is, wel iets naar voren gebouwd is. Voldoende gesloten bovenlijn. Merrie die in beweging wat meer losgelatenheid mag laten zien. De stap sluit voldoende aan. Mag wel wat actiever, meer buiging in de sprong hebben. Ook in de draf zouden we graag een meer krachtig achterbeen zien. Deze Merrie wordt vandaag niet geprimeerd. The result of number 4, she gets no premium today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, mooie lange hals, voldoende verticaal gesteld, expressie in het hoofd. Merrie die goed ontwikkeld is, beschikt over een voldoende sterke bovenlijn. Beenwerk is droog, de voorbeenstand zou wat correcter mogen. De Merrie toont veel lengte in stap en sluit ook goed aan. In draf heeft de Merrie voldoende ruimte, voldoende buiging, zou wat meer in verbinding mogen lopen. Het is een hele mooie stem, Merrie. Voor een eerste premie zou de Merrie 7,5 gemiddeld moeten scoren. Daar komt ze helaas niet aan. Maar wel bedankt voor deze presentatie. Number 5, Starmare. She doesn't get an invitation for a second viewing.
We thank her for her presentation. Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 6. Mary, 16 jaar oud. Mary die een mooie lange hals heeft en veel expressie in het hoofd. Voldoende duurzaamheid toont in bouw. Mary die droog beenwerk heeft. Mary die vooral opvalt door haar zeer ruime stap met veel lichaamsgebruik. In de draf zie je toch dat de leeftijd iets is gaan tellen. Mooi voorbeengebruik, maar hier zou ze juist meer ruggebruik mogen tonen. We bedanken deze Mary voor de presentatie. We geven haar geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Daar komt ze in draf helaas nog tekort. Maar wel complimenten voor de duurzaamheid en de goede stap van deze Mary. The result of number 6. She is not invited to a second viewing. She is 16 years old. And we have compliments for the walk and the way she looks.
Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 7. 13-jarige Mary, die voldoende rasuitstraling heeft. Die wat meer behang zou mogen hebben misschien. Ook in de bouw voldoende duurzaamheid toont. Misschien wel een meer moderne opdruk zou mogen hebben. Iets meer voorbeenlengte. Beenwerk is voldoende droog en voldoende correct gesteld. De Mary die blinkt uit in haar beweging. De stap heeft voldoende lengte, voldoende ruggebruik. In de draf toont ze nog een goed gebruik van het achterbeen. Ook een mooi voorbeengebruik. De Mary krijgt geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging, omdat ze exterieurmatig daarvoor tekort komt. Maar Mary die in beweging zich nog heel goed presenteert. Dankjewel. Number 7 is not invited for a second inspection. The movements were very good. In de hoek een beetje aan doosje daar, hè?
Dan volgt hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Mary met veel rasuitstraling, ook veel behang, veel expressie in het hoofd. Mary die beschikt over een goede bovenlijn en lange schouder. Kruis zouden we met name de broekspier graag wat langer door zien lopen. Beenwerk is voldoende droog en correct gesteld. De stap die sluit voldoende aan, zou meer ruimte en meer ruggebruik mogen tonen. Ook in draf, Mary beschikt over een goede techniek, maar ook hier zouden we graag meer ruggebruik willen zien. En ook het achterbeen meer onder de massa worden geplaatst. Mary komt in beweging helaas niet in aanmerking voor een tweede uitnodiging. Number 8 is not invited for a second inspection.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Een grootramige ruin die opvalt door zijn hele lange verticale hals. In bouw zouden we graag het middenstuk wat meer, wat sterker zien. Ook beschikt het paard over een rechte kruisligging. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is kwetsbaar, mag meer lengte hebben en beter aansluiten. In draf waardeert de ruin zich weer op met veel zweefmoment, goede buiging in het achterbeen. Maar het paard wordt niet geprimeerd vandaag. Daar zijn de stap en de bouw niet toereikend. Maar wel een hele fraaie draf heeft deze ruin laten zien. Dankjewel. Number 9 doesn't get a premium. He had a very nice trot.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Een hengst die opvalt met zeer fraaie rasuitstraling, heel veel behang, edel hoofd, hele mooie lange hals. Ook zeer correct in bouw, goede bovenlijn, misschien iets strak op de lenderen, goede kruisligging, correct gesteld beenwerk. Voorbijstand zou iets correcter mogen, maar wel droog beenwerk en van zijaanzicht ook correct gesteld beenwerk. Paard valt op door zijn goede stap met veel activiteit, lekker los door het lichaam en veel ruimte. De draf is voldoende, daar mist hij juist weer wat ruggebruik. Dit paard heeft zoveel over in ras en stap en bouw dat dit paard vandaag ster wordt verklaard. The result of number 10. This stallion is declared star today.
Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 11. Een hoogbenige hengst, lang gelijnd, die wat rasuitstraling betreft over veel behang beschikt. Hengst heeft ook voldoende expressie in het hoofd. Paard heeft grote hoeven, die zou het beenwerk iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Ik denk vanwege de hoge stokmaat dat het paard in beweging nog aan kracht mag winnen. De stap is voldoende ruimetakmatig, maar zou resoluter mogen. En ook in de draf, die heeft voldoende ruimte, maar daar zouden we ook graag zien dat het achterbeen met meer expressie onder de massa wordt gebracht. Dus vandaag wordt deze hengst geen ster. The result of number 11 is not declared star today.
Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 13. Een hengst met veel voorkomen. Een hengst heeft veel behang. Een voldoende edel hoofd. Een lange hals die misschien voor het mooie nog wat verticaler gesteld zou mogen zijn. Paard is evenredig gebouwd. Heeft voldoende droog beenwerk en ook voldoende correct gesteld beenwerk. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf mist hij helaas vandaag de zuiverheid, waardoor hij vandaag niet in aanmerking komt voor sterverklaring. Nummer 13 is not declared start today. The trot is not sufficient. We gaan nog verder met de tweede beoordeling, of nou ja, een tweede kans voor Mary nummer 3. Die te veel spanning toonde en we gaan haar nogmaals beoordelen, hopen dat ze nu wat meer ontspanning toont. Rustig aan. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een hele wakkere merrie met veel rasuitstraling. Zeer fraaie voorhand. Een goede schoft-schouderpartij. Merrie die wat meer kruislengte zou mogen hebben. En een merrie die ook geslotener in bouw mag zijn. Merrie die het voorbeen is een beetje hol gesteld. Het achterbeen is wel een fractie sabelbenig. Het beenwerk is wel droog. De merrie toont veel spanning. Gelukkig was ze bij deze tweede presentatie meer ontspannen. En dan is de stap voldoende ruim en takmatig. De draf toonde net als bij de eerste keer lichtvoetigheid en goed achterbeengebruik en souplesse en lenig. Alles bij elkaar maakt dat deze merrie ster wordt verklaard met een tweede premie.
result of number 3, she is declared star with a second premium.